Ja, 2017 wordt een belangrijk jaar. Er zijn landelijke verkiezingen. Wat ook voor de VVD als landelijke partij, ondanks dat we hier natuurlijk lokaal opereren, een belangrijk jaar zal worden. Verkiezingswinst landelijk zal ook voor ons wat meer zichtbaarheid betekenen. Maar we willen onze eigen stempel er natuurlijk op drukken, zoals we de afgelopen 2,5 jaar ook al hebben gedaan. We proberen de lokale thema's op te pikken en aan te blijven. Noem maar eens eentje. Lokale thema's blijven voor ons natuurlijk nog parkeren bijvoorbeeld. Ligt nu heel even in de luwte. Hebben we al eerst 1,5 jaar heel erg aangeraakt. Ligt nu even in de luwte, maar willen we toch wel weer naar voren gaan brengen. En natuurlijk, een altijd blijvend spelend thema nu nog is het stadhuis. Het oude stadhuis. Gaat het nu wel of niet tegen de grond? Nou ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag hebben wij meerdere malen gesteld aan het college. Dat is, op het moment kost het ons 10.000 tot 15.000 euro in de maand. En de VVD heeft die vraag ook gesteld. En we willen daar heel graag, heel binnenkort antwoord op. Ik heb gehoord dat wanneer het afgebroken gaat worden, dat de grond helemaal gereinigd moet worden. En dat miljoenen gaat kosten. Dat zou kunnen. Daar hebben wij ook in eerdere moties en amendementen al op gewezen dat het een belangrijk thema is. Dat is natuurlijk oude grond van het paddenterrein. Daar hebben we voor gewaarschuwd. Dat is meegenomen. En daarom hebben we ook destijds gepleit voor een partij die het voor een minimaal bedrag heeft gekocht. Maar wel de reiniging op zich zou nemen. Dus dat is een thema wat nu weer aangeraakt gaat worden. Jullie willen het houden eigenlijk, het oude stadhuis? Sorry? Jullie willen het houden? Nee, wij willen het niet houden. Oké, nou ja, dat zijn dus twee mooie thema's. Hè? Nog persoonlijke prioriteiten dat je zegt van daar zet ik me voor in? Nou ja, de zorg is voor iedereen belangrijk. Zorg zit niet direct in mijn eigen portefeuille, maar voor de VVD wel een belangrijk thema. Wij willen dat iedereen in Almelo een goede zorg krijgt. Er zijn nog veel vraagstukken onbeantwoord, ook op WMO-gebied. We hebben pas nog weer een aanvraag gekregen voor de toevoeging aan de huishoudelijke hulp. De extra 5 euro kosten, zeg maar. Of dat wel of niet wordt doorgevoerd. Daar zijn vragen over gesteld. En op het moment is dat voor 1,5 jaar weer toegekend. Maar ja, daar moet wel weer over gesproken worden of de huishoudelijke hulp voor die 5 euro extra dan nog toegevoegd kan worden. Nou ja, een hamvraag maar, hè? Een open deur. Heb je er zin in? Ik heb er nog steeds zin in, ja. Ja, het is mijn eerste periode en ik heb heel veel geleerd en ik leer bijna nog elke week. En ja, ik wil het nog zeker niet afsluiten en ik hoop ook dat zowel Almelo als de VVD-fractie mij ook voor 2018 nog een volgende periode zal gunnen. Maar ja, dat is pas 2018.